Arno Arts schreef een boek over zijn carrière als profvoetballer. Maar welke rol speelt Groesbeek hierin? Ja, hoe komt Groesbeek daarin voor? Allereerst komt dat vooral voor in waar ik op ben gegroeid. Dus de volksbuurt Het Velje. Nou, dat kennen ze in Groesbeek wel. En dat beschrijf ik eigenlijk van klein jochie tot nu eigenlijk. En Groesbeek komt er eigenlijk vooral in voor van hoe ik opgroeide in mijn jeugd in Groesbeek. Met al die dingen die bij Groesbeek horen. De Jan van Gestel, de Lubert en ga zo maar door, ga zo maar door. Ik ben eigenlijk gaan schrijven eigenlijk puur op toeval eigenlijk. Of niet toeval, maar het is wel zo. Ik had niets te doen. Ik was werkloos en het tuintje was af in de Miltsbeek. En ik dacht bij mezelf, weet je, ik ga al die mooie herinneringen opschrijven die ik in mijn voetbalcarrière heb meegemaakt. En dus toen ging ik naar boven toe naar mijn kamertje met een paar chocolaatjes en een kop koffie. En dan ben ik gewoon in gaan tikken op de computer. Niet wetende en ook niet... Ik wilde ook geen boek schrijven. Weet je, ik wilde herinneringen optikken in mijn computer. En toen dacht ik op een gegeven moment, toen was het af. Na 4 jaar, wel 4 jaar over gedaan, met hele lange tussenposes. En toen dacht ik, wat doe ik er eigenlijk mee? Moet ik dat als bestandje alleen maar voor mezelf houden? Of moet ik dat delen met mensen? En toen dacht ik bij mezelf, ik ga delen met mensen. Ik ga informeren hoe het allemaal werkt met een boek, met de uitgeverij en hoe het zit. Ja, en toen is het boek tot stand gekomen. Daar ben ik wel trots op. Vooral als het toch een beetje gaat lopen en mensen het boek lezen. Kijk, ik pretendeer niet een Michel van Egmond te zijn die gijpt en kieft schrijven. Ik ben geen schrijver, maar ik heb het toch... Ik denk dat het een mooi voetbalverhaal is van een jongen die opgroeide in Groesbeek. Die zijn droom waarmaakte. En uiteindelijk voetbalprofet. Thank you.